Bouwen in vertrouwen. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van de SGP. Nu zult u misschien denken, een verkiezingsprogramma voor een partij van meer dan 100 jaar? Nou, ik hoop dat u het gaat lezen en zult denken, ja, zo ken ik de SGP. Want de SGP wil een stabiele en herkenbare partij zijn. Maar die partij van meer dan 100 jaar is ook nog volop actief. Bouwen. De kandidaten willen aan de slag. Iets doen voor het eiland. Bouwen van woningen bijvoorbeeld. Want het is momenteel erg lastig, zeker voor starters, om aan een passende woning te komen. Daarom wil de SGP dat er op het hele eiland woningen gebouwd worden. Passend bij de schaal en de identiteit van de kernen. Rentmeesterschap, dat hoort ook bij bouwen. De SGP wil zuinig zijn op Gods goede schepping. We willen daarom werk maken van verduurzaming van woningen, landbouw enzovoort. Samen met de inwoners. Zonder overhaaste, onderdachte stappen te zetten. Want dan komen onze inwoners letterlijk in de kou te zitten. Vertrouwen. Dat ziet ook op vertrouwen tussen de gemeente en de inwoners. De gemeente moet bereikbaar zijn voor inwoners. Als ze vragen hebben, moeten ze adequaat geholpen worden. En de gemeente moet doen wat ze zegt. Betrouwbaar zijn. Bouwen in vertrouwen. Daar zit ook een diepere laag in. De SGP wil politiek bedrijven op een vast fundament. De Bijbel, het woord van God. De kern daarvan is God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En vertrouwen vraagt ook om hogerop te zien, omdat we zonder Gods hulp niets kunnen doen. Zo willen we de verkiezingen tegemoet gaan. Mogen we op uw vertrouwen ook rekenen?